Ja, ja, nee, 2, 3. Ja, tam, ja, achter elkaar gedraaid bij Veronica. I will follow you too, natuurlijk, hè. En wat? Hey. Jury en ik hebben al wat tekstjes gemaakt. Voor wat Bono. Slik die drol nou gewoon even lekker door. Hè, dat nee, nou, hebben we eindelijk een keer een ras artiest die een keertje langs komt. Hij komt hier niet als artiest. Hij komt hier gewoon even langs. Omdat ik s'avonds met hem even wegga. Maar ik vond het mailtje van jou redelijk bot naar de directie. Want die had natuurlijk ook gevraagd of hij wat jingeltjes wilde inzien. Maar hij komt hier nou, hij komt niet als Bono de artiest hier naartoe. Hij komt hier gewoon even. We hebben hier gewoon afgesproken. Ja, maar hij kan toch zich niet meer permitteren om te zeggen, nou, ik ben geen artiest, even een dagje. Ah, we hebben, hij is altijd een artiest. Ja. Ach, laat dat nou. 100%. Ik heb hier bijvoorbeeld Hello. Hello. This is Bono. I always listen to DJ Sven met Disco Inferno. Ja. Saturday Night. Yes. You do a Disco Inferno. Ja. Nee, lekker. Ja, maar ik kan wel van jullie even een jingle. Ja, my name is Nalo Muscuri. I listen always to Disco Inferno. With the man who stole my glasses. Nou, dat is aannemelijk. Zal ik even met de limmerings aan de gang gaan? Als Bono hier vrijdag is, gaan jullie niet als een kop zeiken. Even afgesproken, gewoon klaar. Nou ja, misschien niet. Misschien. Nee, doe het even voor mij. Uiteindelijk heb ik er één keer gezegd. Ja, oké, doen we voor jou. Okay. Even helemaal niks. Je bent een goede vriend kwijt. Ik zeg het van tevoren. Ook leuk voor de luisteraars. Een goede vriend vrij. Ook bij jou. Kwijt. Ook bij Bono kwijt. Ja, nou, ben je gek. Ik kan, hij kan wel wat hebben. Ik wil gewoon weer gezeik. Hij heeft die humor. Leuk voor al die mensen die altijd blijven. Hij heeft humor. Ja? Oh ja, ik kan wel lachen. Dat is wel een leuke gozer. Oké. Okay. Nou goed, lauw aan. Ja, wat, ja, K3. Oh, was K2. Ja. Of, nou, ja. Eigenlijk ook weer niet, want er komt er eentje bij. Ze waren op zoek naar een opvolger. Hebben we gevonden. Daar gaat het limmerinkje op. Artiesten. Er was een 53-jarige man die was op zoek naar een, nou, een lekker warm bedje. Het werd weer wat kouder. 14 tot 11 graadjes was de temperatuur s'nachts. En ik, nou, dan wil ik wel eens een beetje in een warm nestje slapen. Ja. Ik kon niet zo snel niet vinden. Ik laat me opsluiten in een cel. Nou. Ja, maar dat gebeurt niet zomaar. Nee. Nou moet je wel wat doen. Ja. Nou, dat heeft hij gedaan. Dat gaat zo meteen in de regio. Nou, Microsoft heb ik het over gehad, weet je wel. Die wilde een advertentie plaatsen in Polen met alleen maar blanke mensen. Staat er een neger op. Daar heb je Photoshop. Photoshop. Ja, moet je het wel helemaal doen. Niet zijn hand zwart laten, want dan valt het op, hè. Dus, daar gaat alleen maar hier over. Dan hebben we het natuurlijk over Jolante van Kouw van Kassabergen. Ja, ja. Die gaat nu samenwonen met Wesley Snijder, is het nieuws. Hè? Dus Nou, even kijken, Jumbo hebben we het al over gehad. Weet je, Jumbo kruidvat, kan je alweer pepernoten kopen. En de laatste die gaat over die Patrick. Die opgesloten is. Patrick van Eem, hè? Die is opgesloten, hè. Eindelijk. Ja! Want met z'n twee keer lukt het Karin en Christel echt niet langer. Maar van het probleem zijn we nu verlost. Het is zeg maar intern opgelost. Er komt er vanzelf eentje bij. Dat Karin is hartstikke zwanger. Ja. Een 53-jarige man was naastig op zoek naar een lekker warm bed. Hij had een fles drank en meldde zich bij de politie aan het loket. Helaas werd hij niet opgepakt voor het jatten van die fles, maar toen gooide hij een raam in. Toen had hij wel succes. De politie pakte hem op en voor één nacht is hij in de cel gezet. Ja. Lekker geslapen. Microsoft wilde een advertentie met alleen maar blanke koppen. En manipuleerde het ook met een foto, zo is met vele mensen te foppen. Elders maakte een overvaller zich gereed, verfde zijn gezicht wit, maar overleed. Achteraf had die gozer zich misschien ook beter kunnen laten photoshoppen. Is gestikt in zijn masker bij een overval. Een transfer van Volendam naar het warme Spanje. Ja, de transfer, maar het ligt nog open. En dan kan je van een villa aan het IJsselmeer zo naar een costa met hacienda-sfeer. Dan zit je op een Spaanse bank met in je klauwen champagne. Ja. Kassabergen. Het hoofdkantoor, daar reageerde men ontdaan. Omdat je bij Kruidvat en Jumbo nu al pepernoten kunt inslaan. Het stond met grote chocoladeletters in de krant. Er is geen schande van in het hele land. Wat een gezeik. Ik heb al lang de kerstboom weer staan. Hey, weet je, Patrick, ik hoor van die verhalen. Dat je achter tralies zit. Ja, van die stalen. Ja, Conjo, je bent ze mij in de cel. Ik zit er niet in, maar jij nu wel. Even voordeel, Patrick, voor dit
hotel hoef je echt niet te betalen. Niet dat die van een dat deed voor hotels betalen. Nee. Maar nu een maatwerkoplossing gevonden. Dus ja, die van één. Ja. Ja, als ze een zebrapad aan het spuiten zijn, weet je wel, dan gooien ze toch van de witte poeier op en dan rij je uit zijn lente erover. Dat is een snuifdoos. Een snuifdoos, hè.